Al vanaf 1958 zijn er opgravingen aan de gang van het Romeinse Aardenburg. In die 40 jaar zijn er een heleboel spullen gevonden en dan gaat het vooral om aardewerk uit die Romeinse tijd. Op dit moment slaan we ze allemaal op, uh, die, die zitten al, al jaren in het depot. Uh, een deel van het materiaal wordt dus nu gebruikt om de uitwerking te doen. En dan kunnen we kijken welke sporen er bij elkaar horen en dan kunnen we daarmee een, een goede analyse maken van wat er in en om de ommuurde nederzetting heeft gestaan. In 1965 werd al een Romeins gebouw opgegraven, maar heel lang wisten de onderzoekers niet waar dat gebouw voor diende. Wij hebben in een onderzoek dat in 1965-66 is uitgevoerd aan de gasfabriek in Aardenburg, daar wisten we dat er sporen waren van een Romeins stenen gebouw en we hebben bij de analyse van de sporen hebben we nu ontdekt dat het gaat om delen van een Romeins badgebouw, dus een zogenaamd termengebouw. Na alle jaren van opgravingen wisten de onderzoekers dat Aardenburg een belangrijke stad was in de Romeinse tijd. Maar dat een stad een badhuis heeft, dat wil wel iets zeggen. We hadden dat nooit verwacht dat er een badgebouw zou zitten. En dit maakt zeg maar, het belang van Aardenburg nog groter.